Vandaag gaan we de mensen vragen of zij Ondiep groen genoeg vinden, wat hun verbeteringen voor zijn en wat hun ideale beeld is voor over 5 jaar. Veel kijkplezier. Vindt u dat Ondiep groen genoeg is? Ja, op dit moment niet, vanwege de herfst natuurlijk. Maar ik dacht het wel, er zijn genoeg bomen staan. Alleen op de straatweg daar, die bomen die halen het niet. Dus dat wordt in de nieuwe herinrichting. Dan komen er meer bomen. Nee, er kan nog veel groener. Wat zou u aanbevelen aan de gemeente om die groener te maken? Nou ja, je kan ook meer doen met mensen met tuinen. Hè? Er worden nu al subsidies gegeven van straattegels eruit, planten erin. Dus dat gaat wel goed. Tuinen op een dak en zo. Ja. De zomer laten komen bijvoorbeeld. Ja, nee, inderdaad de zomer. Maar ik zou het niet weten. Dan moet je parkeerplaatsen weghalen, een huis weghalen. Ja, dat wil je ook allemaal niet. Of de huizen meer in de lucht bouwen en dan parkeerplaatsen weghalen. Een hoge flats. Want dan krijg je een ruimte voor groen. Ja, perkjes en toestanden voor. Maar ja, dan zit je weer met parkeerproblemen. Als er meer groen komt, kunnen er weer minder auto's aan. Dan wordt dat weer een puinhoop. Nou, er mag altijd wel wat bij. Het Julianenpark is natuurlijk een mooie aanwinst. Dat is, maar richting stad heb je niet zoveel meer. Dus er mag wel wat bij, maar er moet wel ruimte voor zijn. Er komt alleen maar nieuwbouw. Dus er zal ook wel groen bij komen. Groen, ook meer bloemetjes? Ook dat is belangrijk. Er wordt al heel veel gedaan, dus je moet ook niet te veel eisen.